Goedemorgen en welkom bij deze motormobilist video. Ik ben deze morgen onderweg naar Bodegraven. Daar is een soort najaars happening van Goedhart Motoren. Dat is een grote motorzaak daar zo. En daar wil ik eens even een kijkje gaan nemen. Ik ben bang dat ik helaas wel een stuk snelweg zou moeten pakken. Want als ik binnendoor rijd, dat is met de grote rivieren die we over moeten niet handig. Dat kost te veel tijd. Ik hoop alleen maar dat ik niet te veel files krijg, maar dat merken we vanzelf wel. Behoorlijk druk op de weg. Terwijl de ochtendspits toch eigenlijk al een beetje voorbij zou moeten zijn. De snelweg is altijd erg saai. Maar ja, soms is dat de enige manier om eventjes binnen een bepaalde goede tijd ergens te komen. De redelijke tijd. Nou, na zo'n 70 saaie kilometers over een drukke snelweg ben ik net Gouda voorbij. Dus het is nu nog 5 kilometer en dan ben ik daar. Dus nog 5 minuutjes. Ik kan mijn helm wel even openzetten, want ik ga nou toch niet meer zo hard. Afrit 12, dat is deze. Nou, eens even kijken hoe we hier verder moeten. In ieder geval rechtsaf hier. Ik merk zelf. Hier. Alweer rechtsaf. Rechtuit over de rotonde. Geen 2 kilometer en we zijn er. Hier moet ik dan rechtsaf zo te zien. En daar is Goedhart Motoren.
Even kijken hoor. Ja. Zo, goed hard motor. Nou, ik ben Joost van Goedhart Motoren. Wij hebben aanstaande 4 dagen een heel mooi evenement, de Mega Motormarkt. En dat is eigenlijk een evenement ontstaan uit kortingen. We doen het al 10 jaar. We willen onze seizoensuitverkoop doen. We willen onze winkel weer leeg hebben of ruimte maken om ruimte te maken voor nieuwe collecties. Dus daarom scoor je mooie kortingen. En daaromheen hebben we eigenlijk een heel festijn gebouwd. Nou, de donderdag en vrijdag gaat vooral om de kortingen en om de loterij. En dan de zaterdag en zondag hebben we ook allerlei bezigheden. Zo sta ik nu naast de KTM van Brett Binder, de MotoGP-coureur. Heel speciaal, we hebben de introductie van de nieuwe Panigale V4. We hebben bungee trampolines, we hebben een schietent. We hebben bandjes die komen optreden. De Kawasaki Niya H2R met 326 pk komt op de testbank staan. Zo hebben we nog een tal van andere dingen. Dus zaterdag en zondag wordt echt gewoon een leuk festijn. Vorig jaar hadden we bijna 20.000 bezoekers en we verwachten dit jaar 1% of 10% meer bezoekers. Maar dat gaan we allemaal nog maar zien. Het weer ziet er goed uit voor zaterdag en zondag. Vandaag en morgen niet zo. Alleen daarom hebben we dus een mooie tent neergezet. Dus dan houden we het alsnog droog. Nou, verder hoop ik dat je langskomt en het zou gezellig zijn. Ook voor kleine KTM'tjes kan je hier terecht. Hi, Justin hier van Open Parts Dunlop. We staan hier bij de open dagen van Goedhart. Doe ik de Dunlop banden aanbieden. Adviseren voor de klanten welke banden ze het beste kunnen gebruiken en de prijs. En dat de aankomende 4 dagen. We staan hier ook met een mooie KTM, met Trailmax Rate eronder. Dus kom langs. En die KTM, is er nou wat bijzonders over te vertellen? Ja, we hebben de KTM in samenwerking met Dunlop. Zoals je kan zien, Trailmax Rate staat erop en we hebben de Trailmax Rate gemonteerd onder de KTM. Verder niet heel veel bijzonder. Heel hartelijk welkom bij de Mega Motormarkt 2. Ja, nou, ik kom voornamelijk eens even kijken. Gewoon eens op de motor zitten. Ik wil eigenlijk een motor waar ik rechterop zit, waar ik iets meer ruimte heb. Waar je ook wat verder mee wil gaan rijden, zeg maar. Koffers, zulke dingen. De motor waar ik nou mee rijd is eigenlijk te klein voor me. En ik zit niet helemaal lekker, maar dat ben ik ooit eens mee begonnen. En dan word je wat ouder, hè. 50er. Tweede jeugd. En dan ga je naar zulke dingen kijken. Hè? En jullie rijden allebei? Ja, dat is mijn dochter en die rijdt ook. Ja. En waar rij jij op? Ik rijd nu nog op een 500 cc van Suzuki. En ik mag vanaf december vol vermogen rijden. Dus dan gaan we op zoek naar iets groters. Groot aan het opzoeken. Ja, zeker. Ja. Nou, leuk. Ja. Succes ermee. Ja, dankjewel. Dag. Okay.
Nou, wij staan hier van Sena namens Hoco Parts. Wij helpen bij Goedhart Motoren voor de installatie van de Sena sets die mensen aanschaffen tijdens het weekend. Die worden gratis door ons gemonteerd, naast de extra korting die ze krijgen. En daarnaast zullen wij mensen helpen bij uitleg, advies en eventuele probleemoplossingen waar ze tegenaan lopen. Het koppelen van producten en advies van mogelijke combinaties van headsets. Oké. Okay. En waarom zouden mensen een Sena headset kopen? Uiteraard hebben wij daar een aantal redenen om. Ik denk dat we, zeker als we kijken naar de ervaringen van rijders, dat het vooral gebaseerd op kwaliteit een van de betere keuzes is op het moment. Er zijn natuurlijk heel veel merken die zich in hetzelfde vaarwater begeven. Maar ik denk een stukje kennis en kunde van het merk Sena, die een achtergrond in bluetoothtechniek hebben, dat daar het verschil in gemaakt wordt. Dit kan je wel de rij van de giganten noemen. Ik ben op zoek naar de heer of mevrouw Boonstra uit Veren. De heer of mevrouw Boonstra. Hoe zet hij uit en sluit hij af, maar hij moet dan natuurlijk goed. Ja, nou, noises, gehoorbescherming. We staan hier vandaag met op maat gemaakte gehoorbescherming. Dus wat wij maken voor motorrijders, dat zijn deze jongens. Oordopjes met filters. Helemaal op maat gemaakt. Dus wat wij hier doen, wij meten mensen aan, dan gaan we even het gesprek aan van joh, wat voor motorrijder bent u, wat voor motorfiets hoort daar misschien bij, wat voor gebruik is dat. Dan stellen wij dit product, stellen wij helemaal samen op basis van wie die motorrijder is. Het is heel belangrijk dat je goede demping hebt, maar dat je bijvoorbeeld ook niet te veel dempt, want je wilt verkeer horen, je wilt je motorfiets horen. Nou, dat advies dat doen wij allemaal hier. En wij meten hier bij Goedhart, meten we dit weekend, meten we aan. Nou, dat. Oké, bedankt. Moet ik even een aanmeting laten zien? Ja, dat is wel interessant. Nou, wat ik ga doen, ik ga eerst watjes in je oren brengen. Ja, oké. Ja, we gaan een malletje maken. Wat doen we dan? Zwaar dan wat ik doe. Kan je die dan terugbrengen? Ik ben daar benieuwd, hè? Je bedoelt hier terugbrengen? Nee, of in Hoofddorp? Ik werk in Hoofddorp. Hoe werk je in Hoofddorp? Ja. Dat kan. Je zit in Hoofddorp, toch? Ja. Je zit bij. De Taurus Avenue. Oké, maar dan wil ik die rode al. Ja. En die kan ik gewoon indrukken? Ja, die kan je gewoon indrukken wat ze op de manier zoals ik je net liet zien. Ja. Dat is het allerzwaarste. Ja. Zou een kans ook kunnen bestaan dat die erin zit? Ongeveer binnen twee minuten is het klaar. In principe kan ik dat. Dat kan ik gewoon zelf. Boven. En dan hebben wij hier, van mij, een oorafdruk. Oorsmeer even wegdenken. Dat hoort er ook bij. Dat hoort er ook bij. Maar dan kan je zien, dit is dus zo'n maatwerkproductje. Ja. Die maken we helemaal op maat. Dus op het moment dat ik deze in mijn oor doe, dan voel ik hem eigenlijk helemaal niet zitten. Nou, dat. En hoe zorg je nou dat je niet helemaal niks meer hoort? Dat komt door, dat is in dit geval dat groene dingetje wat daarin zit. Ja. Dat is dat filter, geluidsfilter. En op basis van welk geluidsfilter wij in zo'n oordopje zetten, kunnen wij bepalen welke frequenties en in welke hoedanigheid wij die doorlaten. Dus zo hebben we oordoppen, sommige die zijn voor muziek, andere die zijn meer voor de industrie, voor werk. En ook voor motorrijders hebben we specifiek een oordop. Dus dat is hem. Dat is waar de magie gebeurt, zeg maar. Mooi is die, hè? Nou, hè? Nou, dat was Goedhart Motoren. Ik ga weer lekker naar huis rijden.
Hoi. Nou, dit gaat wel even duren. We kunnen weer een beetje rijden, geloof ik. Ik zit weer op de drukke, saaie snelweg, de A12. En ga weer naar huis rijden. Ik hoop dat we het nog even droog houden. Maar het waait in ieder geval wel hard. Nou, dat was mijn bezoekje aan Goedhartmotoren in Bodegraven. Het is de eerste dag van een vierdaagse evenement. Het is... Op zaterdag en zondag is er meer te zien, maar helaas kan ik dat niet. Ik heb toch wel wat interessante mensen gesproken. Ik vond het leuk om deze video te maken. Als je hem ook leuk vond om naar te kijken, geef even een duimpje. En als je nog meer video's wil zien op het Motormobilist kanaal, abonneer je dan op ons kanaal. Als je op de bel klikt, dan kan je in YouTube updates krijgen als we een nieuwe video plaatsen. Als je commentaar hebt, dan kan je dat in YouTube ook kwijt. En ik ga nou lekker naar huis rijden. Dus ik zou zeggen, houdoe en tot de volgende video.